En daar gaat de baas lopend naar haar huis. Dag, schat. Dames zitten hier te kijken naar Rauw toe. Zo leuk, zo leuk, zo leuk. Ben ik dus vandaag met Rauw even lekker op pad geweest. Even onze dingetjes gedaan. En ook voor mij even naar de mediamarkt. Want ik had dus eerst deze kleine dinky. Een hele goede middag allemaal. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja, dat zijn wij. Het is vandaag, namelijk... maandag, 18 juli 2022. Yes, en het is... Het is warm, dus het slaat een beetje op mijn stem. Sorry daarvoor. Maakt niet uit. En het is nu 14:29, dus 2:30 in de middag. Wij gaan even lekker de hort op en wij nemen jullie zoals altijd gewoonlijk gezellig weer mee. Dus wij zeggen heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Zo, we zijn weer even in de mal en het is hier lekker cool, hè schat? Ja. Nee, Ro die wou even nog zo'n tas halen, maar diegene die die winkel heeft, die was er niet, helaas. Pindakaas. Jammer, hè? Ja, heel jammer. Waarom is dat jammer dan? Ik kan hier niks verkopen. Nee, dat is waar. Of nog we hadden hem eventjes moeten appen dan. En dan misschien was hij wel gekomen. Ik weet het niet. Maar ja, maakt niet uit. De volgende keer weer beter, toch? Ja, toch. Maar eerst even naar de Jumboot en dan weet ik veel wat. Want ik moet daar ook zo meteen nog wat halen. Aan de overkant. Gaan we eerst naar de Jumboot. Laat eerst de meiden maar even voor. Hi. Dus, nee, ja. Dus, en ik dacht zo net eventjes namelijk een race te houden, maar ik heb niet gewonnen, nee. Mijn liefdallig broer, die is er ook aanwezig. Jee, top. Gaat het, schat? Prima. Nee. Maar nee, mijn liefdallige andere broer, die is er ook. En ik heb zijn auto weer gevonden, ja. Ga je even lekker voor mij staan, alsjeblieft, in plaats naast me. Nee, ik bedoel voor, alsjeblieft, schat. Anders heb ik iedere keer in die kar in mijn... Zo. Zo. Oh, die was leuk. Oh, die was leuk. Die was leuk. Oh, heerlijk. Hij zit zo in zijn telefoon. Oh wauw, dit is leuk. Dit is gaaf. En ik vind hem ook leuk. Ja, hoi. Volgens mij vond hij het niet leuk en dat ik hem filmde, maar het mag hier, sorry. Mag. Kijk, in en in onze eigen straat dan en dan vind ik het niet leuk. Nou, ja, jammer dan. Dus, maar ja, maakt niet uit. Komt wel weer goed. Wij gaan even kijken, sowieso in de bak, toch? Ja, sowieso in de bak kijken. Dus dat gaan we sowieso zo meteen doen. Uitkijken is er ook niet bij. Nee, dat klopt. Gewoon een stap achteruit. Huh? Een stap achteruit om bijna tegen elkaar aanrijden. Ja, echt hè? Met idee ervan. Huh? Idee ervan. Ja, precies dat. Zo, dat ziet er lekker uit, dames. Zo, wat hebben we hier allemaal voor lekker, schat? Wat hebben we? Wat hebben we allemaal? Ik wil vanavond makkelijk eten. Wat zal ik eten? En ik heb nog genoeg in de schuur. Wil jij straks eens even kijken wat ik zou kunnen eten vanuit de schuur? Ja, dat kan. Wat zei je nou? Dat kan. Yes. Kan je dan even naar mij toe praten in plaats van naar beneden? Dat kan. Dat kan? Dat is mooi. Oh, jij neemt dat heel veel mee. Even ook, even misschien even in de auto even een pakje op eten zakken.
Wat is dit? Is zwaard kip gehakt. Een euro. 1, 2, 3, 4. Het is allemaal euro of zo? 8 euro. Het is allemaal euro, oké. Okay. Ja, dat kan. Nee, dat ga ik allemaal niet eten, jongens. Geen zin in. Kijk, want dit is 2,50. Dit is al 4 euro. Dit is een magere braadlap. En dit is een braadlap voor 4 euro. Dat is ook eigenlijk niet zo heel duur. Nee, niet toch? Voor 4 euro? Normaal is die bijna 9 euro. Ja, nou. Dan neem ik deze sowieso mee. Sowieso. Nou, doe eens lief tegen mij, wil je? Nee, maar. Nee, maar als je dus deze moet gaan vergelijken. Nee, ik zeg alleen vergelijken qua. En ik koop hem niet, maar als ik deze moet gaan vergelijken en die. Dit is al 4 euro. Die is qua prijs goedkoper als die. Dus dat klopt al niet. Qua prijs. Als je hem moet gaan afprijzen. Kijk, daar zeg ik al, jongens. Nee, maar schat, check. Oh, hey. Daar, en daar hebben we ook nog. Maar schat, even, lieve schat, even, check. Wat ik dus bedoel. Wat ik dus ook tegen de kijkers zeg, alsjeblieft. Dit is bijna 9 euro. Ja. Voor 4 euro nu. Bijna 6 euro voor 4 euro. Hetzelfde prijs. Daarom, dus dat zeg ik. Nee, en dan doe, hoe groot is die aardappelen dingetjes, wat? Dit is zo'n smaak dingetje. Ja, even, ik ben even. Zo. Zo. En zo. Wat? Zet dat wat doen. Wat? Gewoon zo pakken. Nou, dan, en dan moet jij even kijken. Jij bent toch goed in, niet ik? Kom zeg. Nou, dit lekker even oppakken met dat. En dan wil ik nog wat anders erbij hebben, maar ik weet nog niet wat. Kijk, schat. Lekker aardappeltjes. Ja. Aardappeltjes voor een euro. Nou ja, of ik pak zo'n kleintje, kan ook. Want het is wel heel erg veel dan gelijk. Want hoe, lieve schat, deze is namelijk Salavita 50 cent. Hoe duur is die andere? Want daar ligt ook wat, maar volgens mij is die een euro, dacht ik. 50 cent. Ook al 50 cent. Oké. Oh, geduld. Scherp. Leverkaas, wacht even. Ja. Deze heb ik voor jou uitgekozen. Oké, top, dankjewel. Ik heb wel meer vet aan, ik weet niet of je dat lekker vindt. Oh ja hoor, lekker vet, lekker vet, heerlijk. Lekker vet eten, is toch lekker? Vet eten. Is toch lekker vet? Om vet te eten, schat. Snap je mijn grap niet? Nee. Hallo, kijk dan mij aan. Het is toch lekker vet om lekker vet te eten? Nee. Het is toch lekker vet? Nee. Lekker vet om te eten, nee, vet. Nee. Is toch vet? Om vet te eten, ja, weet ik niet. Maar oké, wij gaan nog even de winkel rond. Oh, en rood, ja, hier en hier is rood heel goed in, zeg maar. Maar wat doe jij nu dan eigenlijk precies, schat? Leg het eens even uit. Nou, kijk, je kijkt naar het prijsje. Ja, even, oh, ik geduld. Ja, de prijs, ja. Degene die ik gekozen heb en dit is degene die jij gekozen hebt. Dus 8 cent duurder, maar wel voor dezelfde prijs. Ja, oké. Okay. Dan krijg je weer terug voor iemand anders die iets lekkers doet. Ja, oké. Okay. Extra plakje. Allemaal. Een extra plakje. Ja, oké. Okay. Inderdaad. Hier ook 50 cent, maar ik dacht dus eerst een... Eurotje. Ja, nou gezien. Ja, oké. Okay. Top, helemaal goed. En dat zeg ik, wij gaan nog eventjes verder kijken in de Jumbo. Ja. Zo. En dan denk ik, boodschappen te gaan doen is handig. Maar wat vergeet je? Je portemonnee. Maar daar heb ik mijn liefdallige man voor, die het eventjes voorschiet voor mij. Ja, dat is handig, dat is lief. En inderdaad, helemaal en geen bounties hier. Helemaal niet. Helemaal geen bounties, jammer. Ja, dat zou je bijna zeggen. Dat en dat ze hier ook gewoon bounty moeten neerknallen. Maar nee, dat doen ze niet. Dus ja. Okay.
zeggen. En waar zullen we zijn? Nou ja, volgens mij zien jullie het wel aan de kleuren allemaal. Waar we zijn, dus ik hoef dat ook niet uit te leggen. Nope, ook geen zin om dat uit te leggen. Gewoon lekker aan jullie laten raden, dat is helemaal leuker. Ga je naartoe, schat? Want je hebt ook nog twee dames achter je. En ze staan pal achter je, scheelt weer. Oh, en jij gaat die weer kopen, was die goed bevallen of niet? Lavendel, lekker. Ja, maar was die goed bevallen of niet? Ja hoor, lavendel. Oké, dat is mooi. Dat is goed. Twee. Oh, twee nog meenemen, dat is mooi. Ja, dus jij neemt daar twee van mee. Mooi, top, helemaal goed, best. Eentje voor links en eentje voor rechts. Eentje voor links en eentje voor rechts. Nou, ook goed, prima, wat jij wil. Ja. Eentje voor boven en eentje voor beneden meenemen. Nou, die heb je niet, dus dat scheelt. Ja, misschien bij je buren, maar... Daar houdt ook echt wel bij op, denk ik. Zo, het is hier lekker rustig, hè? En bij de dierenafdeling, zoals je kan zien. Ja, het is hier heerlijk rustig. Maar dat mag ik wel eens een keer, want het is hier altijd druk hier bij de dieren. Het is hier altijd druk. Ja. Ja, en dan hebben ze hier en hier die borstels. Dat is leuk. Maar die is nu in principe al kapot, als je goed gaat kijken. Er mist er eentje. En dat is bij elke borstel zo. En dan vragen ze er bijna 3 euro voor. Nou nee, nu niet. Dan niet. Nou niet. Ik wil even kijken bij de auto onderdelen, mensen. Even kijken bij de auto. Onderdelen. Hij schat. Excuus. Nee, dat maakt niet uit. Geeft niet. Gaat helemaal goed. En wat ik wil hebben, hebben ze niet. Nee, hebben ze niet. Nee, hebben ze niet. Wat ik... Ja, je haal je met. Een ding. Wat ik wil hebben, dat hebben ze niet, schat. Hey. Schat, hallo. Wat ik wil hebben, hebben ze niet. Ja, schande, hè? Je wel leeft, schat. Dat wel. Dat wel, maar ze hebben dat niet. En dan een tweede gave? Nee, ook niet. Vang een productgave. Hoe zei je dat even iets? Krijg je dan een vervangend product gratis? Nee, het is niet zo zoals bij de Jumbo. Dat is wel nee, jammer hè? Ja. Dus ja, heb ik pech gehad. Shit happens. Yes. Hier, een koffer voor je Seat. Ja, dat is fijn. Ja, nou denk ik niet. Een Seat car koffer. Ja, dat vind ik prima, best. Ja, maar dat hoef ik niet. Dat zeg ik. Karkoff, niet. Ja, ach ja, soms kan Ro lekker zo lekker doorgaan, zeg maar. Hè, over iets. En dan heb ik zoiets van... Ja, je komt daar zelf op, hè. Maar mag eigenlijk niet, hè. Mag officieel niet, hè. Dus ik knip jou er ook nou niet uit, hè? Ik knip jou er nou niet uit. Dan heb je toch pech. Nee, ik wil niet. Ja, maar ik knip je er nou niet uit. Dan heb je pech. Maar weet jij wanneer deze weer terugkomen, schat? Want ik vind deze lekker, hè? Hebben jullie die achter of niet? Nou, waarom niet? Want die is lekker. Dat zijn van die grote zakjes. Venko. Maar nu krijg je die wel weer binnen. Misschien. Huh? Nee, misschien vandaag morgen. Van de week en waren ze er ook al niet? Nee, dat weet ik ook niet. Daar nou, vraag je het ook aan je. Maar ik knip je er niet uit, schat. Dat weet je niet, hè? Dat is goed, schat. Top. Nou, helaas zijn mijn snoepjes er niet. Helaas vind ik haar snel. Ik ga lekker naar Rood toe. Want die staat namelijk al lekker in de rij. Zo, we gaan de auto starten, zeg ik. Goedemorgen. Die was namelijk nog niet gestart. Nu wel. Ja, nu wel. Ja. Kijk jij ook eens wat meer vrolijker, alsjeblieft. Hallo. Hallo. Ik vraag wat aan jou. Ja. Kijk eens wat vrolijke dikkert op, dank je. Kijk, doe ik het zo.
1, 2, 3, 6, 18. Dankjewel. Ja, mag ik? Ja, ja. Dankjewel. Zo, hi schat. Hi. Vertel, ja het is warm, I know. Hoe warm het was en hoe ver? Nou, vertel. Nou, heel warm en heel ver. Ja, en waarom? Omdat het een verwarming is. Ja, oké. Okay. Heb je nog meer leuke woordgrappen? Nee. Niet? Het is warm genoeg. Maar hoe vind je deze camera nu in de auto? Even. Ik ben wel netjes. Nog even, ik kan een dashcam van maken. Ja, bijna wel. Hij gaat op de invalide parkeerplaats staan. Dat ja, maar... omdat hij blind is. Oh nee, dat kan niet. Oh, wauw. Doe eens lief. Doe eens even lief, alsjeblieft. Dan sta je hier. Je kunt toch ook wel ergens anders staan of zo? Nee, dat kan niet. Dat is te moeilijk. Jezus, mina. Zullen we nog naartoe? Met al die hulpmiddelen tegenwoordig in auto's. Ja. Zelfrijdend zeg maar. Mag een blinde dan ook auto rijden? Dat weet ik niet. Ik denk het niet. Zo. Zo. En ik mag door. Dag. Doei, mazzel. Ladokies. Ja, you high back, dom ding. Dat was het stoeprandje. Maar hoe vind je deze beeldstabilisatie? Want ik heb hem nou op het dashboard wel op een anti-slip matje. Maar ja. Ik hoop ook niet dat hij flikkert nou naar de raam toe. Want bots. Dat is inderdaad bots, ja. Maar hij blijft aardig stabiel. Hoe vind je dat? Dat vind ik netjes. Je telefoon had dat niet namelijk. Nee, dat klopt. Dat klopt helemaal correct. De kleuren zijn iets intenser volgens mij. Ja, want dat kregen we ook al van de winkel al daar te horen, hè? Verkoopmedewerker, de sales agent, zoals dat heet. Zal deze mocht doen of die andere? Deze, maar. Deze? Waarom kies jij voor deze, stel? Hier een blauwe auto is en daar is een witte auto. Ja? Zo'n blauwe auto rijdt sneller dan zo'n witte auto. Dus ik kan sneller optrekken. Hoe zou dat? Vertel. Nee, ik ben ook een blauwe auto, maar dat is een beetje hetzelfde als deze. Die rijdt ook niet zo hard. Nee, oké, okay, dat is ook weer waar. Ik heb een wedstrijdje met een blauwe auto gedaan. Want de zwarte was dat. Een zwarte trouwens, schat. Zwarte, nou, zwart, blauw, donkerkleuren. Ja? Die was sneller dan een lichte kleurige auto, zoals jij hebt. En die witte zal dan helemaal traag gaan. Kijk, die blauwe, die rijdt al door. Die weet het al. Die had zo bijna een auto in, terwijl die andere stilstaan. Ja. Een stilstaande auto inhalen, mag dat? Blijkbaar wel, ja. Je moet gewoon passeren en niet inhalen. Rijdt voorbij. Ah, zit er grijs. Nou, en dan gaan we dus nou een bochtje maken, schat. Let op, let op. Kijk eens hoe mooi hij blijft staan. Hoe vind je dat? Helemaal netjes. Netjes, hè? Helemaal goed. Zo! Dat is even schrikken. Nee hoor, ik schrik daar niet zo van. Nou, heel even. Waarom moet jij daarvoor schrikken dan? Nee, ik zeg dat het even schrikken. Ja, maar waarom? Ik zeg niet dat het voor mij schrikken is. Nee, maar waarom? Maar die man is schrokken daarvan. Nee, hij gaat in één keer iets raars doen, ik niet. Ja, daar schrikt hij van. Ja. Als hij rare dingen doet. Ach ja, maakt niet uit. Maar ik ga eventjes om mijn camera denken, want jullie staan nou al vol en vol in die zon. Ja. Dus ik ga jullie weer lekker uitdoen en dan zien jullie mij zo meteen wel thuis. Ja, helemaal. En dan gaat de baas lopend naar haar huis. Dag schat. 9 uur wakker bellen, hè? Ja, dat mag. Nou, is goed. Dan ga ik dat doen. Ik ga je om 9 uur wakker bellen, ja? Is goed. Nou, Rodi gaat naar huis. De dames zitten hier te kijken naar Rodi toe. Zo leuk, zo leuk, zo leuk. Ja. Zo mensen, wat is het vandaag warm. Warm, ik lig gewoon lekker even op bed om even gewoon die warmte niet te voelen. Ik heb het nu even zo voor jullie, voor zelf en voor YouTube. Anders krijg ik daar een probleem mee. Maar het is warm. Hoe gaan jullie ermee om? Ik heb dan hier lekker even ginger ale voor zelf. Gewoon lekker. Maar ja, Ro die heeft daar meer en meer last van hoor, van de warmte. Dus ik hoop ook dat hij een beetje heeft kan slapen. Want het is nu, even kijken hoe laat dat nu is. Het is nu net 8 uur geweest. Over een uurtje moet ik hem wakker bellen. En dan breng ik hem weer naar zijn werk toe. Want Rodi heeft namelijk een nachtdienstje. Dus, en dan haal ik hem ook weer morgenochtend op. En ik ga weer morgen naar Den Helder. Ja,
Ja. Voor één nachtje en dan ben ik weer woensdag weer ochtend hier thuis. Ja, het moet ook gewoon gewerkt worden vanzelf. Jo. Maar voor nu lig ik even nog even lekker een half uurtje, drie kwartier even ook nog even op bed. En dan misschien zo eventjes een... Ja, je wordt gewoon loom, man. En van dit weer, jeetje, mintjes, kanonny. Maar oké, ik moet nog wat eventjes unboxen met jullie. Wat ook bij deze camera hoort. Hoe toevallig. En dan even kijken of ik dan even op dat moment nog even ook kan filmen met mijn telefoon. Als dat gebeurt, ga ik jullie sowieso even op de hoogte houden. Want dan krijgen jullie weer een hele andere beeld. Dus ja, hè, weet je. Dus dat vind ik wel even netjes om het wel even met jullie mede te delen. Dus dat komt helemaal goed, schakkies. Ja. En dan ga ik even Don de Jong nog even verder afkijken. En even lekker chillen. Zo. Ik heb deze er ook nog steeds bij. En die ga ik dus eigenlijk nu eventjes eindelijk eens keertje eventjes unboxen. Ja, dat is dus de grip. Dus ja. En die hoort hierbij, zeg maar. Ja. Kijk, het zit heel mooi in de verpakking. Kijk, weet je waar ik weer van hou? Dat, en dat is dus deze bubbelplastic. Zo'n vet settingsfijn. Oeh, kijk. Kijk, dat is ook leuk. Ja, en heel veel boekjes. Zoals altijd, heel veel boekjes. En wat ik altijd zo lekker vind, dat is dit zo. Kan ik dit? Dat vind ik zo fijn. Yes. Maar oké, het draait niet om deze bubbelplastic, maar het draait hierom. Ja, het draait hier allemaal om. Dus, die ga ik even koppelen. Ik weet nog niet hoe. Maar dat komt helemaal goed. Hoop ik toch. Kijk, en ik kan hem ook dan nog mooi neerzetten. Helemaal goed, joh. Echt. En dit is dan... Geen idee. Zit hier wat achterop. Ik heb geen idee hoe ik hem open moet krijgen. Nou ja, ik ga dat eventjes even lekker koppelen. Het moet heel makkelijk zijn, zoals YouTube dat dan zegt. Ik ga er weer eens even naartoe. Want ik moet dan jullie wel even stoppen met filmen. Dan pak ik hem even wel even via mijn telefoon, denk ik. Sony grip. Koppelen. Zo. En dat is dan via, even kijken, via welke was het ook weer? Via Bright, volgens mij, Bright. Oh, ja joh, aan je mond. B-R-I-C-H-T. Bright, weet ik het, geen idee. Of ik het allemaal goed ga zeggen nu. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Ik wil gewoon even kijken hoe ik hem moet koppelen. Kijk, bright. Eens even kijken, bright. Maar ja, daar is ik al. Ik ga dat even zoeken hoe ik dat ook weer moest koppelen. Want ik had hem wel van de week gezien. Dus ik ga even naar geschiedenis. Dus dat is makkelijker, joh. In plaats weer helemaal gaan zoeken. Gewoon even in mijn geschiedenis kijken. Is leuker, is makkelijker. Ja, niet dan. En dan moet ik ook Roos nog weer wakker bellen. Ook dat nog. Hoop ik dat hij een beetje heeft geslapen. Want ik was van vanochtend, slash vanmiddag, bloedzagrijnig. Maar hij ook. Hij kent er ook wat van, hoor. Ik ook wel, daar niet van. Oh, wauw. Maar alsnog, ik moet even zoeken. En ik ben niet zo goed in zoeken. En nou ja, ik ben wel goed te zoeken, maar... Niet zo, kijk, kijk, ik heb hem al, nee, niet toevoegen, helemaal niet nodig. Kijk, ik heb hem al. Dus, dat ga ik even kijken en dan doe ik even op dit moment dan nog even filmen met deze, hoe ik hem dus moet koppelen. Zo, ik ga deze mooie ding koppelen met deze camera.
Daarvoor heb ik dus ook nu YouTube aanstaan. Dus die ga ik ook even kijken. En dan als ik het weet, dan kom ik zo meteen weer bij jullie terug met hoe het moet. Zo, ik heb al een beetje gekeken. Ik moet hem aandoen. Nou, dat ga ik dus ook doen. Zoals je kan zien, want je ziet nou dus mij. Hier heb je dus een menuknopje. Nou, daar gaan we dus op klikken. Menu. Dan gaan we naar netwerk. En dan zegt hij... Nu ga je naar het tweede tapje, naar de Bluetooth-instelling. En dan naar het Bluetooth-instellingen. Ja. Oh. Nee. Bluetooth-instellingen. Ja. Dan, dat is dus inderdaad het tweede dingetje. Dat moet je heel goed weten. Ja, daar kan die natuurlijk. Nou, daar moet ik hem dus aanzetten, vanzelf. Aanzetten en druk. En dan op koppeling drukken. Op koppeling. Als je daar bent aangekomen, dan druk je op de foto. En dan op de fotoknop drukken, hier op je dingetje. Knop en de T van de zoomknop en die hou je even ingedrukt. Dan hoef je nog alleen met één druk op de knop te bevestigen op je camera en dan is het gewoon verbonden. Dus, dan hebben we hier dus een fotoknop en dan hier hebben we een T staan. Die moeten we dus allebei tegelijk indrukken. Van een of andere manier. Of dat ik hem gelijk hier in moet draaien, geen idee. Ik ga het gewoon doen. Zo, koppelen, ja. En dan moet ik dus die... Nee, ik ga het even verder kijken. Het is leuk als je hem wil koppelen, inderdaad. Maar wat ik al zei... Er zit nog zo'n dingetje achter. En er moet dus een batterij in. Ben ik blij dat ik nu nog een batterij heb thuis. Want anders had ik het nog niet kunnen doen. Dus we gaan het eens even een batterij erin doen. Hoop ik dat hij hem dus nou wel pakt vanzelf. Hoop ik dus nu wel. Gaan meemaken en anders moet ik er nog een in doen. Ik kan niet weten. Kijk, ja, inderdaad. Toelaten op oké. Ja, kijk, kijk, kijk. Hij is gekoppeld. Hij is gekoppeld. Dus inderdaad een platte batterij erin. En dan inderdaad op oké. Helemaal goud. Oh, wat ben ik daar weer blij mee. Hij is gekoppeld. Dat is mooi. Dat is fijn. Het is in principe heel makkelijk. Inderdaad, batterijtje erin doen. Hier aan de achterkant. Dan is het deze eventjes naar deze kant ophalen. En dan deze dus naar beneden. Want dan krijg je hem pas open. Anders niet. Dus het is een dubbele slot. En, en als je dus daar een batterij in hebt gedaan. En dan hier dus naar menu. En dan naar Bluetooth en naar koppeling. En dan deze indrukken. Het fotootje en de T naar boven toe. En dan is hij dus gewoon eventjes inhouden. En dan is hij dus gekoppeld, jongens. En nou is hij dus gekoppeld. Daar ben ik heel blij mee. En dan ga ik eens even kijken of hij wil. Of hij het doet wat ik wil. Even goed vastdraaien.
En dan kan ik dus hierop aandoen vanzelf. En dan zien jullie deze camera, ook leuk. En dan kan ik dus ook naar mezelf toe doen. Even kijken, hoe deed ik dat ook alweer? Hoe deed ze dat? Ik weet even niet meer hoe ze dat deden hoor, maar... Je kon hem iets met draaien doen of zo, geen idee. Geen idee, dat moet ik nog even uit gaan zoeken. Ah, kijk, ik heb het ook weer uitgevonden. Hier zit er dus een heel klein knopje. Als je die dus indrukt, nou, dan kun je hem dus helemaal draaien naar jezelf toe. En dan zit het dus weer vast. Dus hier heb je een knopje, hier druk je hem in. En dan kun je gewoon helemaal draaien. En dan kan je hem dus weer indrukken. En dan kan je hem weer naar jezelf toe draaien. Hey, hoe toevallig. Dit is handig. Dus, en dan kan ik hem dus naar mezelf toe zo doen. En dan kan ik dus namelijk gaan filmen. Ja mensen, hij doet het. Hij doet het. Oh, wat ben ik daar weer mee blij. Ja, hij doet het. Oh, wat is dit leuk. Speelgoed zeg maar. Heerlijk. Eens even kijken wat hij doet. Als ik dit allemaal aan het doen ben. Wat ik dus nu aan het doen ben. Ja, dat is grappig. Dat is heel grappig. Kijk, al even zo. Kijk, en zo kijk ik ook met jullie praten. Ik heb handen vrij. Ideaal. Ja. Dit is fijn, jongens. Helemaal top. Ja, ik had dus namelijk net gezegd, via mijn telefoon dan, dat er even geen batterij bij was. Nou, dan mag ik mijn ogen beter open gaan doen, jongens. Want ik zei toch dat er een mooi dingetje bij zat. In een hoesje, zeg maar. Maar dus hieronder... Ja, ik zal hem nog even terug doen, hè. Ja. Je moet dus heel goed gaan kijken. Er zit gewoon een batterij bij. Ja. Als het namelijk zo zit. En ik haal hem er zo eruit. Dan kijk je niet verder dan je neus lang is, zeg maar. Er zat dus gewoon een batterij bij, zoals je kan zien. Dus. Maar het is altijd handig om platte batterijen in huis te hebben. Ja. Ik heb Ronnie ook aan de telefoon. Helemaal top. Allemaal gezellig. Helemaal top. Top, toppie, toppie, top. En straks dan ga ik Corona naar zijn werk brengen. En dan komt het helemaal weer goed. Ja, toch? Niet dan? Ja. Zo. Ja. Zoals jullie weten ben ik dus vandaag met Roel even lekker op pad geweest. Even onze dingetjes gedaan. En we zijn eventjes bij de Camera Express geweest voor mama. Yep. En ook voor mij even naar de Mediamarkt. Want ik had dus eerst deze kleine dingie. Vroeger deed dit wel. Zeg maar deze. Dat is een USB-stickje. Maar dan doe ik hier dus mijn kaart erin. Maar mijn kaart die heeft iets van, of dit ding, die heeft iets van ik ben overleden. Dus ik heb wat anders gekocht. Deze jongens. Deze mooie, SATA adapter zeg maar. Dus die ga ik even aan jullie laten zien. En hoop ik ook dat hij het doet. Ja. Maar dat ga ik van de week of straks even uitproberen als ik weer thuis ben. Yes. Maar ik ga eerst even uitpakken met jullie samen. Kijk, ik heb eventjes het dingetje al open. Doe die eventjes zo. Die. Hij zit wel in een heel mooi satisfying doosje. Dat ook wel weer. En dan haal je hem dus hier eruit. En dan moet je hem hier dus aan de achterkant dus openmaken. Dus hier zit het lipje. Dus dat hij dus zo hier in het doosje zat, zeg maar. Kijk, hier haal je hem dus eruit. En dan doe je hem hier dus omhoog halen. Jo, kijk eens aan. En dan is dit het kleine dingetje. Is handig. Anders is het dus zo'n klein dingetje. Dan haal ik hem hier er weer uit. Nou, is het doosje weer leeg. Ja, alleen een beetje een klein papiertje. Maar oké, ook dat hebben we.
En dan is het dus eigenlijk dit, zeg maar. Klein formaat. Hij is even groot als mijn handpalm. Helemaal mooi. En weet je wat ik dan ook weer zo fijn vind? Ik weet niet waarom dat is, maar ik vind het gewoon fijn. En dan zou Rob zeggen, nou dat is toch prima toch? Ik ken hem. En heb je hier dus deze, kan je dus eraf halen. En het is zo leuk om hier dan weer mee te spelen. Dit is altijd wat ik leuk vind, om hier mee te spelen. Dus die doe ik even lekker veilig ergens anders even op. En dan heb ik, dus wat ik al zei, dus even groot als mijn handpalmpje. Helemaal goed. En ja, hier en hier kan ik dus mijn kaart in doen. Dus die gaat ook weer veilig aan die kant van mijn bureau. En dan, ja. Ga ik eventjes water pakken voor zometeen mijn haar even fatsoeneren. En dan is het ook weer zometeen de tijd om Ro op te halen. En dan is het Ro naar zijn werk brengen. En dan vannacht pas rond een uur of twee, half drie de hondjes doen. Is het lekker afgekoeld. En dan ga ik eventjes nu water maken. Even ijsklontjes erin, zodat ik lekker onderweg koud water heb. Dan ben ik echt naartoe. Zo, ik laat even Ro wat zien. Kijk, dit is dus... inzoomen met de T. Mm. En naar beneden, dat is uitzoomen. Mm. En welke had je nog meer? Dit is lok. Ik weet niet wat dat is nog. Slot. Ja, en hiermee kan ik een foto mee maken. Helemaal goed. Geen idee. En dan is dit weer movie met uit waarschijnlijk. En daar ligt deze dame dan weer lekker op de bedje. En dat betekent, zoals gewoonlijk, dat ik deze vlog lekker ga afsluiten. Dus, vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan zeker niet te abonneren. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En laat dan gelijk even een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen terug bij een gloednieuwe vlog. Ciao!